Ja, dat kijkers van mijn kanaal, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel de Rotjoch. En vandaag ga ik iets voor je spelen, het heet Would You Rather, oftewel, wat zou je doen? In het spel krijg je twee keuzes, blauw of rood, en het zijn twee keuzes waar je eigenlijk moet kiezen. En ze zijn allebei meestal kut, en je moet gewoon kiezen, wat heb je liever dan, als je moet kiezen. Weet je wat, we gaan gewoon lekker beginnen, kijken wat ik ga doen in Would You Rather, en let's fucking do this. Vraag 1. Would you rather be born with red hair, or have $100 stolen from you? Heb je... liever dat je geboren wordt met rood haar of dat je €100 van je gestolen wordt. Ik zeg heel eerlijk, ik heb niks tegen gingers. Maar ik denk liever voor €100 gestolen. Want meestal ginger bent kan je niet zo goed tegen de zonlicht, dat soort dingen. En haar, ja, €100 dat verdien je meestal wel weer terug. Dus door €100 gestolen. Ah, ik zit helaas in de binnenkant. Dat geeft niet. If you and your sibling are kidnapped, would you rather live and let your sibling die? Oh, die to save your sibling. Holy shit, dus als je gekidnapt wordt... wat zou je doen? Zou jij jezelf laten leven en dat je sibling, oftewel je broer of zusje, doodgaat? Of ga je zelf sterven dat je zusje of broer wegkomt? Oh, kijk. Ja. Dit is een hele zware, want zou je jezelf laten killen? Kijk, ja. Dit is een hele goeie. Ja, heel eerlijk. Ik denk, die to save my sibling. Juist, je kan niet met jezelf leven als je je broertje of broer laat doodgaan natuurlijk. Dus simpele vraag. If you were being eaten alive, would you rather? Als je opgegeten zou worden. Wat heb je liever? Dat je being swallowed head first? Of being swallowed feet first? Eerst je hoofd opgegeten of eerst je voeten? Oh, what the fuck? Als je eet, het leven opgegeten. Ik denk liever mijn hoofd, want dan eten ze mijn hersenen en dan ben je meestal dood. Als je je voeten doet, dan ben je niet dood en dat duurt heel lang. Dus doe head first. Ho! 72% is het met mij eens. Lekker dan. Ja, tuurlijk. Liever eerst je hoofd, dan ben je gewoon dood. Ja, het klinkt heel cruel, maar liever dat, dat ik echt bij elke seconde van de pijn voel. Volgende vraag. If you could only use one type of bill for the rest of your life, wat zou je doen? Wil je liever paying nothing but singles, of paying nothing but hundreds? Oké, als je met één soort geld eenheid kan doen, betalen met singles, met euro's, met 1 eurotje steeds, of met honderdjes. Yo, honderdjes, man. Oh, lekker een honderdjes. Ja, dat is een lastige, maar lekker honderdjes. Waarom niet? Als je toch genoeg geld hebt, als je alleen maar zo kan betalen. Waarom niet? Would you rather live in a world where everything is written in Comic Sans? Live in a world where the only music that existed was Call Me Maybe. Dus heb je liever in de wereld waar alles geschreven is in de lettertype Comic Sans MS. Wat mensen blijkbaar heel erg kut vinden. Of in de wereld leven waar de enige muziek die er bestaat is het nummer van Call Me Maybe. Ja, goed. Comic Sans is natuurlijk easy peasy, man. Het zijn maar lettertypen. Whatever. Would you rather be unable to shower for 2 weeks, but have clean clothes daily? Be able to shower daily for 2 weeks, but unable to change your clothes. Terwijl je vieze kleren, maar je kan elke dag douchen voor 2 weken. Maar, of andersom, dat je 2 weken niet kan douchen, maar je hebt elke dag wel schone kleren. Ik ga voor elke dag douchen, want dan ben je tenminste in ieder geval schoon, is beter voor de bacteriën. Ja, dat is een pretty simpel keuze. Oh! En dan ben je andersom. Ha, nou ja, goed, whatever. Would you rather, ben je liever, be Jeff Challenge from Crank, ja, die film heb ik nog niet gezien, en be the transporter. Be the transporter, man, sowieso. Hier, easy. Would you rather drive 200 miles well over the legal drunken limit? Ooh. Drive 200 miles after being awake for 27 hours straight. Oh, wow. Je moet dus rijden in een auto, wat kies je ervoor? Of je bent heel erg dronken, of je bent al 72 uur wakker, dus je bent hartstikke moe. Wauw, dat is een hele lastige. Ik zou het allebei niet doen, want het is allebei super dom. Maar drinken en rijden is iets wat ik sowieso niet zou doen. Dus drinken en rijden, het is echt super dom. Ik ga voor de andere. Hier. Andere ook, 60%. Let's go. Would you rather stand on red hot burning coals for 30 seconds without moving? Shut your hand in a waffle iron for 2 minutes. Oh, heb je liever. Wat zou je doen? Of je moet inderdaad met je blote voeten... op brandende kolen staan. Dus inderdaad je voet helemaal verbranden 30 seconden lang. Of je moet je hand in het tosti-apparaat stoppen. En je helpt het laten branden voor 2 minuten. Het is allebei kut. Allebei verbrand je echt fucking hard. Maar ik denk dat ik ga voor de 30 seconden. Dus 30 seconden pijn. Jawel, veel meer pijn. Maar 30 seconden pijn. Dus ik kies voor die. Net als 85 andere mensen. Procent van andere mensen. Dus ik heb gelijk gehad. Super. Would you rather, ben je liever, de eerste persoon to walk on Mars via een one-way trip, never travel to space? Ben je liever de persoon die als eerst op Mars loopt, met een trip die je dan niet meer terugkomt, of, niet meer, of nooit naar de ruimte gaan? Nou, nooit naar de ruimte gaan. Yo, ik leef prima hier op aarde, jongen. Wat doe je? Moeilijk, jongen. Makkelijke vraag. Would you rather, heb je liever, ben je de rest van je leven ziek, of je moet
puppies doodmaken. Of je moet twee puppies doodmaken met de rest van je leven ziek. Ja, sorry. Het spijt me. Het spijt me. Kill two puppies. Ja, het klinkt heel lullig, maar... Anders ben ik net op mijn leven ziek, man. Twee puppies dood. Would you rather own a pet snake? Heb je liever een slang als huisdier of een turtle? Turtle, man. Sowieso, een fucking schildpad. Dat is een fucking cool als huisdier. Nee, eigenlijk niet, maar hey, leuk. Als je één comic boek mag lezen, wat doe je liever? Marvel of DC Comics? Marvel. Ik vind Marvel leuker. 70% is bij me eens. Het is gewoon wat meer Nederlands, zeg maar, Marvel. Would you rather Fist of Hogwarts of Narnia? Ga je liever de zwijnstijl van Harry Potter of Narnia? Van de film Narnia. Ik zeg Hogwarts. Ik ben een super harde Harry Potter fan, dus... Hogwarts, man. If there's no risk of injury, would you rather hug a panda of a polar bear? Je mag dus... Of een panda moet je knuffelen of een ijsbeer zonder dat er risico aan zit. Welke ga je knuffelen? En ik kies natuurlijk... Panda! Dat is 70% een andere. Panda's zijn zo schattig, weet je wel. Het ziet er zo schattig uit. Oké. Okay. If you had to, would you rather eat... would you rather... Hè? Huh? If you had to, would you rather eat... would you rather... Wat? Wie zou ik liever eten? De Twitter Bird of de panda van WWF? Ik zou zeggen de Twitter Bird. Ja, ga het gewoon op eten. Ik snap hem niet helemaal. Would you rather be male with female features and body parts? Be female with male features and body parts. Wat heb je liever? Ben je een man met vrouwelijke... zeg maar eruit zien? En, of een man met vrouw... of een vrouw met mannelijke features? Ja, ben ik liever een female met... Ben ik liever een man met vrouwelijke body parts? Yo, hé, met een sexy man. Gaan we! Would you rather have everything you touch turn to dust? Have everything you touch turn to gold? Alles wat je aanraakt in stof verandert of in goud? Ja, tuurlijk goud. Als je het in goud verandert, kan je nog verkopen. Tuurlijk voor goud. 92% bij mij eens. Yo. Man. Heb je liever altijd messy, uncapped hair? Je haar helemaal door de war. Of always have stains on your clothes. Altijd, altijd vlek op je kleren. Yo, liever messy, uncapped hair. Ja, bedoel ik. 75% bij mij eens. Maar sowieso altijd een beetje messy en kut. Dus ja, fuck it. Ik ben het gewend. Dat is geen moeilijke vraag. Jongen. Would you rather have a stomach ache? Of have a headache. Of buikpijn of hoofdpijn. Ik heb liever hoofdpijn. Precies. 51% met me eens. Hoofdpijn heb ik liever. Liever een Boston of een New York City? Alsof het een hele moeilijke vraag is, zeg maar. Ja, New York. Ik bedoel, joh. Hè? Iets heel lastig vind ik deze. Wat ben je liever? Een vampier of een weerwolf? Ik ben liever een weerwolf. Sowieso. 50-50. Oeh. Maar meer mensen wilden een vampier zijn. Ja, ik vind een weerwolf cooler. Ik vind vampier super niet cool. Want dan kan je niet overdag op straat of zo, dus dat gaan we niet doen. Heb je liever find out your girlfriend is pregnant, dat je vriendin zwanger is, of find out you never of erachter komen dat je nooit meer kinderen kan krijgen? Oeh, kijk, het is, ik ben nog niet klaar voor kinderen. Ik wil geen kinderen nog lang niet zelfs, want mijn vriendin en ik willen dat gewoon nog niet. Maar ik wil wel ooit kinderen krijgen. Dus ik denk, ik heb liever dat mijn vriendin me opbelt zo meteen van, hey, ik ben zwanger, dan dat ik nooit meer kinderen kan krijgen. Dat bedoel ik. Ik denk dat iedereen, dat bij heel veel mensen mee eens zijn. Tenzij je geen kinderen wil. Would you rather, heb je liever? Know for sure we killed John Kennedy. Dat is wat de president. Of know for sure what happened to Amelia Earhart. Ja, doe maar Amelia Earhart. Dat vind ik veel belangrijker. Want dat is de vrouw, de eerste vrouw die ging vliegen ofzo. Would you rather, heb je liever? Always have fingernails, 5 inch or lange, hele lange vingernagels. Of even snorkel op je face, permanent. Man, dit is een kutte. Of je moet elke dag met een fucking snorkel lopen. Of je tijdens een fucking mogol. Of je tijdens iemand. Of je hebt hele lange nagels. En dat is gewoon super kloten. Ik ben een YouTuber. Ik ben iemand die ook in bootcamp of zo. Dat is echt kut als je lange nagels hebt. Dus doe een snorkel. Ik wil een lange snorkel. 40%. Ja, goed. Sorry. Ik heb liever een snorkel in mijn gezicht. Have you had to do one thing every morning? Would you rather? Als ik elke ochtend iets moet doen: mezelf melken of een ei leggen? Oh, je moet elke ochtend op jezelf melken of een ei leggen. Ik denk dat ik ga voor jezelf melken. Een ei leggen lijkt me best wel pijnlijk. Ja, nee, lijkt me zijn mensen niet mee. Ik ga mezelf melken, ja. Wat een kutvraag. Would you rather army crawl everywhere overal erheen tijgeren? Of altijd gelijk, altijd ongeluk hebben? Oeh, wat is dat stom. Moet je elke dag overal naartoe tijgeren of altijd ongeluk hebben? Liever army crawl everywhere. Als je altijd ongeluk hebt. Heel veel mensen hebben het me eens. Want ongeluk hebben altijd is gewoon super kut. Dat zou je dus niet willen. Goed gelijk heb ik. Heb je liever eat a 5-course meal in front of 10 starving children? Oh my... Oh... Steal the bucket from 5 salvating army Santas. Oh... Heb je liever dat je een 5-gangen diner eet voor 10 kinderen die aan het sterven zijn van de honger?
Of stel je de emmer van, zeg maar, de Army Santa's. Dus de, ja, de Santa's die opkomen voor de arme kinderen, zeg maar, soort van. Oh, dit is echt fucked up. Oh, deze is, dit is gewoon echt, oh, dit is echt pijnlijk. Dit is echt super zielig voor allebei. Wat ik doe is, ja, deze. Dit is 5 mensen maar, ja, sorry. Ik zie liever die bucket. Dit zou ik echt niet kunnen voor, oh, eten. 5 gangen menu eten voor kinderen die sterven door honger. Dit heb je liever, leven in een giant peach, in een grote persik wonen, of live in a giant shoe, in een peach. Ja, in een peach, ja, 60% hebben we mee, in een persik, ja. Het is een schoen die gaat stinken en shit. Maar ja, ook een persik die gaat verrotten. Nou, ik heb nu al antwoord gegeven, dus yo. Would you rather constantly have 40 pound weight on your shoulders, elke keer met 40 kilo, ja, minder eigenlijk, kilo op je schouders, of 10 pound weights on each of your feet? Of elke voet 20 kilo zwaarder is. Ja, 10 kilo zwaarder is. Laat me gewoon zeggen die weights op mijn voet. Dat ik er nog blijf lopen. Die zwaarder op je altijd zo. Ik doe die 10 kilo op mijn voet. En 74% van de mensen zijn het ermee eens. En gelijk hebben ze. Would you rather own a horse in the city, een eigen paard hebben? Of een kat in the country? Ik heb liever een kat in the country. Waarom? Ja, waarom niet? Ik hou niet zoveel van paarden. Dat is het eigenlijk. Wie ga je liever fighten? Apollo Creed of Ivan Drago? Ja, Apollo, die kennen ze toch allebei niet. Ik zeg Apollo Creed gewoon. If you died, als ik dood ga, heb je liever dat mijn brain, mijn hersenen in een robot gaan? Of mijn brain en mijn hersenen in een tegenovergestelde seks gaan? Dus in een vrouw. In een vrouw. Hebben een vrouw mijn gedachten. Lijkt me hartstikke gezellig. 61%. Super tof. Ben ik een vrouw. Would you rather wear a ski suit all the time? Go everywhere barefoot. Dus je moet altijd een skipak dragen. Super warm. Of overal op de blote voeten heen gaan? Yeah, dat is even een stomme kutvraag. Ik denk overal de blote voet, want de ski suit is veel te warm. Hoppa, heel veel mensen hebben gelijk even. En de allerlaatste vraag die ik ga beantwoorden is de volgende. Would you rather, heb je liever, be married to someone who doesn't love you, of be married to someone you don't love? Dus wil je liever getrouwd met iemand die niet van mij houdt, of wil je liever getrouwd met iemand van wie ik zelf niet hou? Dat is een hele lastige vraag. Maar ik denk dat het pijnlijker is voor een persoon om in een marriage te zitten en die andere houdt niet van jou. Ik denk dat dat veel moeilijker is. Dat lijkt me echt super kut. Dus inderdaad, ik heb liever dat ik zeg maar met iemand die getrouwd bent wie ik zelf niet hou. En daar zijn 67% van de mensen. Zijn het ermee eens? Mensen, dit was Would You Rather. Wil je dit vaker zien? Laat het even weten. Vond je het een leuke video? Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog. Als je het awesome vond, ik zie jullie graag nog volgende video. Mensen, dank je wel voor het kijken. Laat het maar eens ziens en natuurlijk. Peace. Oh my, feels just like I don't try. Looks so good, I'm high.